Goedenavond en welkom bij Ter Zake. Al dagenlang is er politieke onrust over het BIPOS-dossier. Minister De Sutter reageert hier bij ons aan tafel. De Vlaamse kanon is klaar. Wij tonen en vertellen meer. En in Moskou herdenkt Poetin het einde van de Tweede Wereldoorlog met deze woorden. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности. Стравливают людей и раскалывают общество. Провоцируют кровавые конфликты и перевороты. Сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм. Het is dinsdag 9 mei. Welkom bij Ter Zake. Al dagenlang ligt minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter onder vuur. Er zijn heel wat vragen over de rol van haar kabinet in het BIPOS-dossier. Vandaag kwam De Sutter meer uitleg geven in het parlement en Stijn Valk was erbij. De stal van BIPOS, dat stinkt al jaren. En in plaats van daar concreet en snel actie te ondernemen, laat ze altijd begaan. En de vraag is, was ze naïef of heeft ze eraan meegewerkt? Eén van de twee. Ik moet zeggen, ik heb 2,5 jaar hard gewerkt om het deksel op te heffen. Dat is niet gemakkelijk gegaan. We hebben heel veel gedaan daarvoor. Ik zal dat ook toelichten. We komen van heel ver als je kijkt hoe de praktijken bij BIPOS waren en de relatie tussen BIPOS en de overheid toen we begonnen zijn in oktober 2020. Zitten we met gebakken peren vandaag, omdat het beursgenoteerd dus is. Dus mevrouw Doer, voor 2 minuten. Overstelpt met twijfelachtige dossiers met daaronder. U zei, ik heb het deksel geopend. Welk deksel hebt u geopend? Wij hier in het parlement, mijn collega's samen met mij en de leden van de pers die hier aanwezig zijn, die hebben het deksel geopend. Dus u zat erbij, u keek ernaar. En over het algemeen het beeld dat u schept of dacht te scheppen van ridder op het witte paard klopt niet. Nee, ik denk dat u eerder achter het paard aanloopt en al de shit mag opkuisen. Feit is, ik denk dat we daar niet meer aan moeten twijfelen, collega's, is dat de belastingbetaler jarenlang tientallen miljoenen euro's te veel heeft betaald voor dienstverlening. Daarbij geholpen door consultants die graag een graantje hebben meegepikt. En minstens onrechtstreeks geholpen door de gangbare praktijk van detacheringen naar kabinetten. Als u denkt dat ik in 2,5 jaar voor BIPOS heb gereden of mij laten beïnvloeden of manipuleren heb door een van mijn kabinetsmedewerkers, ten eerste, dan kent u mij niet. Ten tweede, ik zal u een lijstje geven van wat ik gedaan heb waar BIPOS helemaal niet gelukkig mee was. Hoe groot is uw kabinet? Zijn er gelijkwaardige constructies opgezet met medewerkers van Proximus bijvoorbeeld? Heeft u gedetacheerd? Wij vragen heel duidelijk. Forensische audit die exact moet nagaan wat die kabinetaars allemaal wel en niet gedaan hebben. Want die zweem, of wat ik zeg, een walm van belangenvermenging, dat is niet goed. Pas nadien zullen wij kunnen zien of hier wel op hele grote schaal gesjoemeld is, of dat het toch allemaal op toevalligheden berust. Wat ik heel erg betwijfel. Ik begrijp het. De walm, heeft u gezegd, zweem van belangenvermenging die daardoor ontstaat. Ik begrijp dat. Ik assumeer dat. Dat is zo. Er is een schijn en die schijn moeten we wegwerken. Maar ik vraag toch om even ook te kijken, niet naar schijnen en naar insinuaties. Mevrouw de minister, u stelt blijkbaar alle vertrouwen in die uitgebreide interne audit die onder PS-auspicie gebeurt. Neem het van mij aan, u heeft het gehad over een inschattingsfout. Als u daar alle vertrouwen in stelt, zal dat uw volgende inschattingsfout zijn. Als de minister heel duidelijk zegt, kijk, die interne audit moeten jullie delen met het parlement. U laat hier uitgaan dat u geen enkele middelen hebt. En dat is niet zo. U hebt wel degelijk de mogelijkheid. Wij zijn de grootste aandeelhouder om de JU. 51%. Dus wat wij mogen betalen, maar niet bepalend, dat gaat toch niet? Komt elke dag nieuwe zaken naar boven. En ik verwacht ook dat dat in de komende weken nog zo zal blijven. Dus de minister heeft nu een actieplan aangekondigd. Dat is wel rijkelijk laat. Bedenk natuurlijk dat ze haar vel probeert te redden. Maar voor mij is ze nog altijd niet doortastend genoeg.
Goedenavond, mevrouw De Sutter. Het was een woelige week voor u. Die twee medewerkers van Bpost op uw kabinet, dat lag zeer gevoelig. Mm-hmm. U zei vanmorgen in de commissie, ik moest ze daar wel gaan halen, want anders had ik de expertise niet. Ja, het klopt dat het een praktijk uit het verleden was, die wij op 1 oktober 2020, toen we begonnen, hebben verder gezet om mensen van Bpost op het kabinet te laten werken om de postexpertise te bieden, vermits die in de eigen administraties niet aanwezig was. Ja. Bpost betaalde die lonen, mm-hmm. terwijl ze niet voor Bpost mm-hmm. werkten. Waarom deden zij dat, denkt u? Wel, dat is een overblijfsel uit een praktijk, van een praktijk uit het verleden, zoals ik al zei. En, waarom betaalde dat? Heeft u daar een idee van? Waarom betaalt een bedrijf mensen die niet meer voor hen werken? Dat bedrijf heeft dat tientallen jaren gedaan. Dat dateert uit de periode dat ze een staatsbedrijf waren. Met welke intentie, denkt u? Ja, toen was de verwevenheid natuurlijk 100%. Wat er eigenlijk fout is gegaan, dat is op het moment dat Bpost naar de beurs is gegaan, ja, dat de overheid geen schotten heeft opgetrokken, geen eigen administratie heeft versterkt op vlak van postzaken en ook die praktijk van detachering niet heeft stopgezet. U zegt, er is in feite, qua belangenvermenging, is er niet echt iets gebeurd. Hè. Daar steekt u uw hand voor in het vuur. Maar natuurlijk, mevrouw, ze waren toch betrokken op die dossiers, want u had de expertise van Bpost nodig. Dan neem ik aan dat ze ook op die dossiers hebben gewerkt. Waarom heeft u ze anders binnengehaald? Ja, het zijn mensen die technische expertise hebben geboden in die dossiers, maar die op geen enkel moment betrokken geweest zijn bij de politieke besluitvorming in de dossiers die Bpost aangaan. Dat gebeurt door de kabinetschef, dat gebeurt door mij natuurlijk. Dat gebeurt ook in de werkgroepen tussen de kabinetten en binnen de regering. De kabinetschef dus zei wel in een sms van ja, de medewerker heeft het opgevolgd. Dat in het begin van de regeerperiode was het in het begin heel erg nodig dat we de technische expertise kregen om in een aantal dossiers op weg gezet te worden. U heeft het over de krantenconcessie, over dat dossier dat niet bij ons op het kabinet werd getrokken. Het is een dossier van collega Dermagne van de PS. En waar ook een andere medewerker van mijn kabinet het opvolgde en ook het kabinet vertegenwoordigde in de werkgroepen. De medewerker van Bpost, waarvan sprake, heeft heel in het begin een aantal vergaderingen technische support gegeven aan de andere medewerker. Dus opnieuw op geen enkel moment het politieke proces beïnvloed. Vervelend wel voor u dat verschillende logistieke bedrijven verklaren dat ze eigenlijk uw kabinet als een Bpost-kabinet hebben ervaren. Ook mensen die blijkbaar kwamen die van de concurrentie van Bpost, die dan met die twee medewerkers aan tafel zaten en niet op de hoogte waren dat zij voor Bpost werkten. Klopt u, geeft het over de postwet die we aan het hervormen zijn om de misbruiken in de pakjessector uit de wereld te helpen. Een postwet die een verstrenging inhoudt van de sector en die uiteraard in de sector niet op applaus wordt onthaald. Maar ook waren mensen op de hoogte toen ze met die mensen van Bpost aan tafel zaten? Wel, waren ze daarvan op de hoogte? Als mensen zich informeren, dan hadden ze dat kunnen weten, want de detachering van Bpost van die twee medewerkers is publiek gemaakt. Wij krijgen parlementaire vragen over de samenstelling van kabinetten. U had dat niet zelf moeten zeggen. Zij hadden het moeten daar weten. Daar zaten ook andere kabinetten bij, mensen die uit andere kabinetten de dossiers opvolgden. Dus er was opnieuw op geen enkel moment een mogelijkheid voor die medewerkers om die dossiers te beïnvloeden, laat staan de politieke beïnvloeding daarvan. Mevrouw, als we wat breder kijken naar dat dossier, het is echt wel een malaise bij Bpost. De winstcijfers die gaan ook achteruit. En de eenvoudige krantenboeren die zeggen vandaag van kijk, er is jarenlang te veel betaald voor die postbedeling. Wij hadden het moeilijk in onze kleine winkels, als kleine zelfstandigen. En dan blijkt daar mogelijk wel gesjoemeld te zijn. Zij dreigen met juridische stappen. Ja, het dreigt nog zeer moeilijk te worden. Hè? Ja, ik wil u meteen zeggen dat ook de Belgische staat juridische stappen overweegt. Als het klopt, wat Bpost zelf naar buiten heeft gebracht in de audit die ze gestart zijn, een aantal, intussen al van dan gaat u ook stappen ondernemen. Wij gaan burgerlijke partijstelling overwegen. En het zal evident zijn dat als er te veel betaald is, als die prijzen inderdaad opgeblazen geweest zijn en wij dus opgelicht zijn als Belgische staat, dat wij ook rechtsmiddelen zullen gebruiken om onze rechten te vrijwaren. Dat lijkt me niet meer dan normaal. Nu, voor dat krantencontract kijkt u ook naar de rol van de PS. We gaan nog eens kijken wat u daar vanmorgen over gezegd heeft. Paul Magnet, die vergadert op het hoofdkantoor van Bpost. Hoe normaal vindt u dat?
Dat moet u aan hem vragen. Ik vind dat niet normaal. Maar ik denk dat de voorzitter van BPost volgende week in het parlement hier tekst en uitleg zal geven over haar relatie met de PS en met de dossiers waar nu sprake van is. Ik kan niet in haar plaats antwoorden. Maar ik vind dat niet normaal. Wat bedoelt u daarmee? Wel, de vraag is, het is natuurlijk een heel kort fragment. De vraag is gesteld in een bredere context waarbij geïnsinueerd wordt dat er uiteraard andere zaken spelen dan alleen maar een vergadering. Dus ik heb op dat moment gezegd, ik kan geen uitspraak doen over wat ik ook in de kranten allemaal zie verschijnen. Ik denk dat het aan mevrouw Hanaar in de eerste plaats is, de voorzitter van de Raad van Bestuur, om daar uitleg over te geven. Zij komt naar het parlement volgende week en zij zal moeten uitleggen hoe haar contacten met de PS verlopen. Ik was daar niet bij. Maar we hadden het hier over Paul Magnet. U zegt die ontmoeting, dat was niet normaal. In de context waar de vraag suggereerde dat daar inderdaad dingen zijn gebeurd die niet kunnen. Opnieuw, het is aan de betrokkenen om daar uitleg over te geven. Ja. Was u op de hoogte van die ontmoeting tussen Paul Magnet en de PS? Nee, absoluut niet. Ik was daar niet bij, ik was daar niet van op de hoogte. U moet weten, meneer De Smet, dat de Post een overheidsbedrijf is dat beursgenoteerd is. Dat betekent dat er ook, en we zijn meerderheidsaandeelhouder, er zijn ook andere aandeelhouders die rechten hebben die beschermd moeten worden. En dat is de reden waarom er eigenlijk ook juridische schotten bestaan vanuit BPost naar de overheid. Dus ik ben niet op de hoogte van alle operationele beslissingen die BPost heeft getroffen. Nee. Dat is in de laatste 2 jaar al vaker gebleken. Dus ik weet niet met welke mensen mevrouw naar vergaderd. Maar wie is hier dan eigenlijk de minister, mevrouw? Want als de PS met de voorzitter, mevrouw Hanaar en meneer Magnet gaat daar blijkbaar praten, zegt dat krantencontract dat moet blijven, want anders gaan wij veel te veel dat jobs verliezen. Dat weten we niet wat gezegd is. Maar de PS zegt wel dat het de werkstelling dat die moest gegarandeerd worden. Hè? Dat verklaart de PS vandaag dat uw bezorgdheid was. Ja, wie was eigenlijk de leider over dat dossier en dat bedrijf? Op die vergadering is gezegd, dus ik denk dat je niet over de inhoud daarvan kan praten, dat dat aan hen is om dat uit te leggen. Wat betreft het krantendossier, toch nog eens uitleggen. Ik ben voogdijminister. Ik sta in voor het beheerscontract wat we hebben met BPost. Dat is een ander dossier. Ik vertegenwoordig de staat op de algemene vergadering. Maar ik ben niet operationeel verantwoordelijk. En als een departement van de overheid een contract afsluit met een derde partij om een dienst te verlenen, bijvoorbeeld de krantenverdeling, of dat nu BPost is of een ander bedrijf, dat valt niet onder mijn bevoegdheid. Ik heb altijd al, van in het begin 2 weken geleden, gezegd, ik beschouw dit wel als een collectieve verantwoordelijkheid voor onze regering en voor de vorige regering. Alles wat daar fout loopt, ook van de Raad van Bestuur dan, daar zitten politieke vertegenwoordigers, die krijgen alles samen 100.000 euro's per jaar en dan zomaar lijzen in een bedrijf. Wel, hoe komt dat over bij de burger? Die mensen in de Raad van Bestuur opnieuw zijn gehouden aan geheimhouding omwille van het feit dat zij met beursgevoelige informatie te maken hebben. Dus dat zijn geen mensen die alles gaan overbrieven naar de regering. Zij moeten het belang van het bedrijf voorop stellen. Ik als burger, als belastingbetaler, ik zou heel erg gechoqueerd zijn als ik zie wat nu allemaal naar boven komt. Ja. Dat is de reden waarom wij ook de burgers vertegenwoordigen en onze rechten zullen doen gelden in onze relatie met de post, met BPost en ook in de toekomstige relatie tussen BPost en de staat. En we hebben daar ook voorstellen in de commissie voor toegelicht. Als u dit allemaal ziet, mevrouw, jullie zitten al een paar jaar in de regering. Jullie gingen ooit in de campagne met het kan anders. Mm-hmm. Is dit het kan anders? Wel, ja, ik denk het wel. Hè. Kijk, vorige, ja, ik wil dat even toelichten of verdedigen. In het verleden heeft men laten begaan, heeft men de ogen dichtgeknepen, heeft men zich niet te veel aangetrokken van het beleid bij BPost. Ik heb dat tekstel opengetrokken. Nog andere, meneer Freilig zegt, ik ook, de media ook. We hebben dat allemaal samen gedaan. En we hebben gezien welke overblijfsels uit praktijken die misschien wel 10, 15, 20 jaar teruggaan, wat daar nu allemaal nog altijd van speelt, tenminste bij het vorig management van BPost. Hoe is dat ook naar boven gekomen? Door het ontslag van de CEO natuurlijk. Dus ja, wij maken de put, we gaan die kasten legen en wij gaan het beleid bij BPost aanpassen en veranderen. Dat bedrijf is het waard om voor te vechten. Ook de werknemers bij BPost. Wij als klanten en als overheid moeten dat bedrijf een toekomst bieden. En ik zal daar werd u voor zorgen, zegt u. Mevrouw, u staat in het oog van de storm. U was een zeer gewaardeerde arts met een internationale reputatie. U heeft heel veel patiënten individueel kunnen helpen. Als u dit allemaal ziet, hoe dat loopt bij BPost, hoe heel dat dossier loopt, denkt u soms niet,
ik was beter in het ziekenhuis gebleven? Nee, mijn carrière heeft veel sprongen gemaakt. Hè. Ik zat ook in het Europees Parlement enzovoort. Ik denk dat dit is een bevoegdheid, overheidsbedrijven, waarvan men in het begin u zelf ook en uw collega's gezegd heeft, ja, dat stelt eigenlijk toch niet veel voor. U vindt dat u het gedaan? Ik denk dat dit een bevoegdheid is die vandaag aantoont in volle crisis hoe belangrijk het is. Dit is het dossier op de regeringstafel op dit moment. En dan heb je mensen nodig die daar met volle kracht aan gaan werken. En dat is mijn opdracht. En u vindt dat u dat goed aanpakt? Ik ben nooit geen enkele opdracht uit de weg gegaan. Het is aan anderen om te zeggen of ik het goed aanpak. Ja, dat wil u, daar wil u zelf niet over oordelen. Mevrouw De Sutter, ik wil u danken om hier vanavond bij ons te zijn. Graag gedaan. De Kanon van Vlaanderen opent vensters op het verleden. En neemt je mee op een tijdreis door de geschiedenis. Dit is gewoon een sterk aanbod. En ik denk dat we heel veel leerkrachten ervan gaan kunnen overtuigen om hiermee aan de slag te gaan. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. En niet alleen in de lessen geschiedenis, maar Nederlands, aardrijkskunde, kunsten, plastische opvoeding, noem maar op. En dan de Vlaamse kanon. Er is veel over gezegd en geschreven, maar nu is de kanon klaar. En de leerkrachten kunnen het gebruiken, zegt onderwijsminister Ben Weitz. Lauke van den Driessen ging kijken in een klas. De Vlaamse kanon is sinds deze middag een feit. Jullie zijn nog nooit zo goed op tijd geweest bij mijn weten, denk ik. Net voor de laatste schoolbel konden we de kanon nog even voorleggen aan de zesdejaars sportwetenschappen in Site A in Aarschot. Toevallig allemaal jongens. Wat denken jullie dat in die kanon zou kunnen staan? En ik moet eerlijk zijn, er zijn een paar titeltjes van die onderwerpen waarvan ik zelf niet wist. Van oei, die ken ik precies niet. Niemand valt omver van de aanwezigheid van de Neandertalers, de Gulden Sporenslag en de IJzertoren. Maar de Vlaamse kanon verrast ook met het homohuwelijk, Rock Werchter en VRT-corifee Paula Semer. De Oostakkerse gedichten van Hugo Claus. Nee, dat zegt mij niet. De Hugo zegt me wel iets, maar, ja, bij mij ook. Maar daar blijven we bij. Ons kookboek. Dat heeft iedereen thuis wel liggen. Allee, dat is bekend en dat wordt veel gebruikt. Minder als vroeger, maar nog altijd wel veel gebruikt. En is dat typisch Vlaams? Ik denk het wel. Het is niet Ben Weitz die zo gezegd heeft van goh, wat ga ik eens in de kanon zetten dat iedereen moet kennen. Ben Weitz heeft aan, ik denk, een vijftal leden gevraagd, vijftal universitaire proffen gevraagd van oké, wat moet daar nu in staan? De idee van zo'n Vlaamse kanon kreeg al van bij het begin zware tegenkanting. Het zou gaan om onvervalste politieke propaganda. Ook geschiedenisleerkracht Vincent Stoks was aanvankelijk wantrouwig. Als een Vlaams nationalistische partij zegt van wij gaan een kanon voor Vlaamse identiteit te bevorderen invoeren. En toen was er trouwens ook nog sprake van dat die ook kon dienen als inspiratie voor inburgeringstrajecten. Dan klinkt dat zeer politiek. Dan klinkt dat als een politiek instrument. Dus ik denk dat alle kritiek die er toen op was, volledig terecht was. Als u er nu vandaag naar kijkt, wat is dan uw eindoordeel? Een snelle blik natuurlijk. Hè? Ja, ik heb natuurlijk ook buiten de 60 titels nog niet zo heel diep kunnen gaan. Maar ik denk dat de grote vrees die er was onder historici, dat het enkel en alleen een instrument zou zijn om Vlaamse identiteit te bevorderen, dat die vrees onterecht is. Ik denk dat het hem uitgebalanceerd is, maar dat wil nog niet zeggen dat het een nuttig instrument is voor in de klas natuurlijk. Zaten jullie daarop te wachten, zo'n Vlaamse kanon? Niet direct eigenlijk. Ja, ik denk dat de lessen geschiedenis zou wel volstonden, maar als er een richtlijn is, zal het altijd beter zijn. Ik ben wel koersliefhebber, deze Ronde van Vlaanderen is wel altijd interessant om in de les te krijgen. Maar ook schrijvers die ik nog nooit eigenlijk gehoord had, die blijkbaar ook wel belangrijke stukken hebben geschreven. Dus. Bijvoorbeeld Rock Werchter en alle, zeker de festivals. Ja, is het goed dat dat erin zit voor jou, Rock Werchter? Ik vind dat wel, want ja. Vlaanderen heeft een rijke geschiedenis aan muziek. Dus ik vind dat zeker belangrijk. Ja. En Jacques Brel zit er ook in. Ken je die? Ja, ik ken hem wel, maar veel van zijn muziek zal ik niet kunnen herkennen, denk ik. Dus er wordt gezegd, het dient als inspiratie, oké, tot daartoe. Maar ik moet vooral natuurlijk mijn eindtermen, die ook door de Vlaamse regering en het Vlaams parlement zijn goedgekeurd, die moet ik verwezenlijken. En er staat niet meteen op dit moment iets in de Vlaamse kanon dat mij daar per se bij kan helpen, dat mij gemakkelijker maakt.
vind het belangrijker dat er een mindset gecreëerd wordt bij leerlingen om met bronnen om te gaan, om kritisch te leren denken. Want ik denk dat dat de grote opdracht is die het geschiedenisonderwijs op dit moment heeft. Althans, volgens die eindtermen. Wat zou het nieuwste zijn dat erin staat? De oorlog in Oekraïne. Nee. Dat is niet per se dat Vlaanderen daarbij betrokken is. Hè. Dat de Vlaamse leeuw daar ten strijde trekt in de Gulden Sporenslag tegen de Russen. Corona, ja, een goede gok, maar dat is het niet. Ik denk dat dat eerder iets goed is voor als je ouder bent om je geschiedenis eigenlijk wat op te frissen ook. Je weet sowieso, binnen tientallen jaren weet je niet veel meer van wat je gezien hebt. Dus ik denk eigenlijk wel dat je dat af en toe eens moet bekijken voor te zien wat er allemaal in België is gebeurd. In Vlaanderen? Ja, in Vlaanderen, sorry. Ik denk dat het punt is dat het woord Vlaams en Vlaanderen meermaals valt. En dat dat ook wel een groot doel zal zijn van die kanon. Ja, ik vermoed dat je al 15 kijkers extra gaat hebben. Oh, hè? Dus bel de oma, de opa. Hè? Vijftien kijkers extra, sowieso. Wie meer wil weten over de kanon, moet straks zeker naar de afspraak kijken. Farah gaat er uitgebreid op door met de voorzitter van de kanoncommissie, Emmanuel Gerard. En dan naar Moskou. Daar hebben ze vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland herdacht. Normaal gebeurt dat altijd met heel veel militaire pracht en praal. Maar vandaag was het toch iets soberder. Bram van de Putten. We носят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя победы в Великой Отечественной войне. 9 mei, de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland. De belangrijkste nationale feestdag voor veel Russen. Een dag vol militaire pracht en praal. De boodschap vandaag in Moskou, niet Rusland, maar het Westen, is de agressor. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Vladimir Poetin, die zichzelf portretteert als bewaker van de wereldvrede en Oekraïne als handpop van het Westen. Het zijn stilaan klassiekers uit het Russische repertoire. Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев. Разменные монеты в реализации их жестоких, корыстных планов. Ничего крепче, мощнее и надежнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к родине. За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу! Ура! En na een stevig vuursalvo is het tijd voor de militaire parade. Maar dat is er dit jaar eentje in mineur. Er zijn een pak minder militaire voertuigen dan anders, 50 in plaats van 200. En nog slechts één tank, deze T-34, een model uit de Tweede Wereldoorlog. Iris de Graaf, goedenavond. Als we die beelden zien, wat een magere vertoning toch. Hoe komt dat? Ja, dit jaar zag de overwinningsdag er heel anders uit dan de afgelopen jaren. En we zagen het net, deze heilige dag voor de Russen, die moet normaal bol staan van militaire machtsvertoon, van pracht en praal, echt een feestdag. Maar dit jaar stond de dag van tevoren natuurlijk al vrij onder hoogspanning. Dat heeft alles te maken met de recente aanslagen en aanvallen op Russisch grondgebied en helemaal de twee drones van de afgelopen week op het Kremlin. Dus van tevoren werden er al heel veel veiligheidsmaatregelen
getroffen in Rusland zelf. Zo werd de stad echt hermetisch afgezet. Niemand kon bij de parade in de buurt komen. Verder was er heel veel politie op de been en is in heel veel Russische steden zijn de parades en de vuurwerkshows allemaal afgelast. In Moskou was ook de vliegshow afgelast, maar ook de mars van het onsterfelijke regiment. Normaal gesproken gaan dan honderdduizenden Russen de straat op met portretten van hun familieleden die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, het is duidelijk dat dit jaar de autoriteiten geen grote mensenmassa's wilden, maar ook niet wilden dat mensen misschien wel portretten ophielden van militairen die in Oekraïne zijn gestorven. Dus een stuk soberder inderdaad dan de afgelopen jaren. Ja, in zijn speech wel een aantal klassiekers. Van, hij zegt eigenlijk het Westen wil dat Rusland ten onder gaat. Als we hem daar zo zien staan, hoe sterk staat hij nu eigenlijk nog, ook militair? Ja, we kunnen Poetins speech altijd wel een beetje uittekenen inmiddels. Hè. Steeds datzelfde verhaal dat het Westen oorlog voert tegen Rusland. En dat Rusland alleen maar bezig is met een soort bevrijdingsmissie in Oekraïne. Ook dat hoorden we vandaag weer. Wat vooral opvallend was, was hoe kort die speech was. Hij zei niets over een bepaalde overwinning. Hè. Mensen dachten dat hij misschien iets wilde aankondigen in Bakhmut bijvoorbeeld. Maar overwinningen zijn er niet. Feest is er ook niet. Het leek een korte speech van een nerveuze man die daar niet te lang wilde staan. En ja, hoe sterk Rusland nog is, nou, kijk maar naar de parade. Die was ook heel kort. We zagen geen moderne tanks, geen vliegtuigen dus. Je zei het net al, een stuk minder militairen liepen mee. 8000 dit jaar in plaats van 11000 vorig jaar. Dus dat alles staat ook wel symbool voor de huidige strijd in Oekraïne. Een stuk minder sterk en krachtig dan dat Rusland ja, hoopt te laten zien aan de wereld en aan de eigen bevolking. Ja, Iris, je staat daar nu in Nederland, niet in Moskou. Dat is niet zomaar. Je hoofdredactie heeft je weggehaald uit Moskou. We willen daar dadelijk meer over weten, maar laat ons eerst even kijken naar een overzicht van Bram van de Putten. Hoe vrij is de pers nog in het Rijk van Poetin? Well, let's begin with some of the today's key developments as this full-scale attack goes into a second day. Terug naar maart vorig jaar. De oorlog in Oekraïne is nog maar net begonnen, maar Rusland zet een nieuwe aanval in. En het doelwit is deze keer de onafhankelijke pers. Het is eigenlijk sinds vandaag levensgevaarlijk. Want die wet is net door de Duma dat iedereen die fake news verspreidt 15 jaar gevangenisstraf kan krijgen. Dus dat betekent dat alle buitenlandse correspondenten en alle Russische journalisten vanaf nu gewoon op elk moment gearresteerd kunnen worden en opgesloten. Dirk Sauer, uitgever van de Moscow Times, pakt op dat moment zijn valiezen. Hij vlucht via Turkije naar Nederland, samen met een pak andere collega's. Ze bouwen echt een muur om Rusland heen, zodat de mensen geen toegang hebben tot het werkelijke nieuws. En in de tussentijd storten ze een enorme stroom propaganda over de Russische bevolking heen. He, van hun narratief, van hoe zij willen dat Russen dit conflict voorgeschoteld krijgen. De strategie lijkt te werken. Grote protesten tegen de oorlog zijn zeldzaam, tot Rusland in september een gedeeltelijke mobilisatie uitroept. Betogers worden hardhandig opgepakt. En praten met journalisten doe je ook niet ongestraft. Deze vrouw wordt voor de ogen van NOS-correspondent Iris de Graaf opgepakt door de politie. Je ziet het dus, we kunnen al niet eens voxpops opnemen. We kunnen mensen al niet eens vragen stellen. Kom maar mee, we gaan haar volgen. We kunnen al niet eens vragen stellen zonder dat mensen direct worden opgepakt. De protesten zijn nog niet eens begonnen. Ze zegt alleen dat mensen bang zijn. En ze nemen haar direct mee naar het politiebusje. En nu gaat Rusland nog een stap verder.
De Amerikaanse journalist Evan Gerskovich wordt eind maart gearresteerd op verdenking van spionage. Hij riskeert 20 jaar cel. Ja, geen gemakkelijke tijden voor pers en wie met pers praat. Iris, we zeiden het al, ook jij mag niet meer terug naar Moskou. Ik kan me inbeelden dat dit voor jou een zeer moeilijk moment is nu. Ja, zeker. Dat is natuurlijk ontzettend verdrietig voor mij persoonlijk, maar ook voor de journalistiek, voor de persvrijheid in Rusland. Het was natuurlijk al niet gemakkelijk om voor ons te werken de afgelopen tijd onder de militaire censuur. Zoals we net ook hoorden, wat Dirk Sauer ook zei, hè, vorig jaar gingen echt al heel veel journalisten weg toen de oorlog uitbrak. De vrije pers werd eigenlijk opgedoekt in Rusland. Een aantal journalisten, waaronder ik, hebben het nog een poos volgehouden. Ik heb nog iets meer dan een jaar verslag kunnen doen. Maar dat werd natuurlijk, zoals je net ook zag, steeds lastiger voor ons. En sinds de arrestatie van onze collega Evan Gerskovich, ja, is de situatie natuurlijk heel onvoorspelbaar. Een aantal persoonlijke redenen en incidenten die mij zijn overkomen. Ja, dat alles heeft de NOS doen besluiten om te zeggen, Iris, je moet terugkomen. Dat is erg verdrietig. Je wil natuurlijk daar zijn en niet hier. Maar ik denk dat het heel goed illustreert dat de ruimte voor journalisten en helemaal voor televisiejournalisten die heel zichtbaar op straat bezig zijn en in beeld zijn, ja, dat die ruimte steeds kleiner wordt. Iris, hou je goed en ik wil je danken om vanavond bij ons te zijn. We gaan er nog even op door met Jan Baljouw, onze Ruslandkenner. Jan, het is voor Iris natuurlijk delicaat om er heel veel over te zeggen. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Wat is hier gebeurd? Ja, het werken van westerse correspondenten in Moskou, in Rusland, is de laatste week aanzienlijk moeilijker geworden. De intimidaties nemen toe. Ook meer journalisten die gevolgd worden door de veiligheidsdiensten. En Iris verwees er al naar. Dus die arrestatie van Gerskovich heeft duidelijk gemaakt, ja, dat je niet meer beschermd bent door je accreditatie. Dat is eigenlijk een soort toestemming die je krijgt van het ministerie van Buitenlandse Zaken om in Rusland te werken. Tot eigenlijk die arrestatie dachten de meeste correspondenten van het grootste risico dat we lopen is dat we worden het land uitgezet. Maar nu is duidelijk geworden dat je ook kunt in de gevangenis vliegen voor spionage. En natuurlijk als journalist, als correspondent, zit je altijd in de gevarenzone. Want je bent natuurlijk vooral met die oorlog bezig. Maar het is voor Russen bijvoorbeeld niet toegelaten om aan buitenlanders informatie te geven over militaire activiteiten. Dus bijvoorbeeld praten met iemand, een partner van iemand die aan het front zit, is eigenlijk al niet toegelaten. Mm-hmm. Dus je loopt voortdurend de kans dat je gearresteerd wordt. Is er in dit geval ook een specifieke Nederlandse context omwille van het internationaal strafhof in Den Haag? Speelt dat een rol, denk je? Ja, het is niet alleen het strafhof. Hè. Je hebt ook MH17. Het vliegtuig, het Maleisische vliegtuig, dat is neergehaald door een Russische boekraket waarbij bijna 200 Nederlandse slachtoffers zijn gevallen. De Nederlandse rechter heeft daar een half jaar geleden nog een uitspraak in gedaan. Twee Russen veroordeeld. Je hebt dan ook vorige donderdag is de Oekraïnse president Zelensky in Den Haag komen pleiten voor een speciaal Oekraïne-tribunaal dat ook gevestigd zou worden in Den Haag. Het is een beetje de hoofdstad van het internationaal recht. Dus ja, natuurlijk, Nederland op dat vlak loopt extra in de kijker. Ja. Iris is nu terug. Geert Groot-Koerkamp is wel nog daar. Hoe onveilig is de situatie voor hem op dit moment? Ja, Geert is niet alleen. Er zijn nog drie andere Nederlandse journalisten. Maar het is natuurlijk voortdurend afwegen van kan het nog of kan het niet. Zij lopen minder in de kijker. Iris zei het al. Televisiewerk loopt als televisiejournalist loop je natuurlijk in de kijker. Maar ook voor hen is het moeilijk, want zij krijgen voortdurend maar een toestemming van 3 maanden om te werken in Rusland. Dus elke 3 maanden weten ze niet of hun accreditatie en hun visum zal worden verlengd. Dus ze leven voortdurend in onzekerheid. Het is natuurlijk, Rusland schiet daarmee zichzelf in eigen voet. Hè, want natuurlijk de Russische stem in het Westen zal minder gehoord worden. Maar ik heb stellig de indruk dat dat soort argumenten wel aanslaat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. Maar zij nemen de beslissingen niet meer. Het is overgenomen door de veiligheidsdienst, FSB. En zij hebben natuurlijk een andere logica. Zij zijn niet meer bezig met het beeld van Rusland in het buitenland. Zij denken aan de veiligheid van het eigen land. En iedere buitenlander, zeker van een niet bevriende land, zoals de westerse landen, iedere buitenlander die vandaar komt, dat is een potentieel gevaar. Kort nog ter afronding, denk je dat we in een situatie kunnen belanden dat we nauwelijks nog correspondenten hebben daar, en zodat we echt weten wat daar leeft binnen die Russische samenleving?
Het wordt zeker voor westerse correspondenten moeilijker en moeilijker. Zijn niet alleen NOS heeft nu zijn correspondent teruggetrokken, maar ook andere omroepen denken daarover na. Natuurlijk, andere correspondenten uit niet-westerse landen zullen wel aanwezig blijven, maar daar moet je dan de vraag bij stellen van, ja, of dat zij een onpartijdig beeld geven van wat er in Rusland gebeurt. Je kunt natuurlijk altijd ook van hieruit nog wel veel doen, maar er natuurlijk aanwezig zijn op het terrein, kunnen zien met eigen ogen wat daar gebeurt, kunnen horen met eigen oren wat daar gebeurt, dat is onvervangbaar. Oké, dankjewel Jan voor je analyse. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze ter zake. Morgen is Kathleen er weer. En nu kan u kijken naar de afspraak met Farah. Nog een mooie avond bij Canvas. Tot later.